was. Hij had zijn broer bezig gezien, dat is ook een broer. En hij wou dat ook gaan doen. Alleen daar deed hij al mee aan zijn eerste wedstrijd. En toen hij 14 was, dus 4 jaar vanaf de 100 rennen. Won hij al heel wat regionale en nationale wedstrijden. En toen is hij toegetreden tot het Zwitserse nationale clubteam. Op zijn 17 won hij het jeugdwereldkampioenschap in Canterre in Frankrijk. Intussen is hij 28 jaar. Hij is wat ouder geworden, dat zit u misschien aan zijn kapsel. Swiss climber, who moved to France, he lives now, lives in Grenoble, in the French Alps. Excellent boulder climber as well, with first place in Innsbruck, second place in Sheffield. At the European Championships and a third place in a bronze medal at a World Cup in Arco in Italy. Steven de Boeken klimmer deze Cindy Glashaw met één plaatsen op Europese kampioenschappen. Hij won in Innsbruck en werd tweede op het EK in Sheffield. In 2011 pakte hij een derde plaats op de wereldbeker in Arco in Italië. Cindy Glashaw vanuit Zwitserland.